Welkom bij debestebarbecue.nl. Je ziet, ik zit op een hele grote doos van Weber. Daar zit de Genesis 2 E410 in. Dat is de Genesis 2 met 4 branders. Genesis 2 is bekend vanwege de integratie met de iGrill 3 van Weber. En tijd voor ons om uit te gaan pakken en in elkaar te gaan zetten. En zo worden wij begroet met een stukje documentatie meteen bovenop. En check... Gratis download, Build, een soort van app-achtig iets, waarmee je de stap voor stap te zien krijgt hoe je die barbecue opbouwt. Handig als je de handleiding even niet bij de hand hebt. Welkom terug bij debestebarbecue.nl. Ik geef toe, ik dacht, het zal een half uurtje, drie kwartier werk zijn. Het was wel heel iets meer. Maar desalniettemin, hij staat. De Weber Genesis 2, de E410 versie, dus met 1, 2, 3, 4 brandertjes. Een barbecue... die absoluut een hele Amerikaanse, stoere, mannelijke uitstraling heeft. Door het metaalblad, door de grote schroeven die daarop zichtbaar zijn, door de echt grote, forse thermometer, veel chroomgebruik, veel RVS, mooi gespoten metaalwerk ook, een mooie, dikke, zwarte kap. Echt een mannending. Grote knoppen ook eronder. Het ziet er gewoon allemaal lekker stoer uit. Als we het klep open doen, dan zien we meteen gietijzer. En dat is ook heel erg fijn. Gietijzer, dat wil je namelijk om die mooie grillstruips te krijgen. Weber beveelt ook aan om de gasbarbecue eerst op 260 graden op te stoken voordat je ook maar iets meer vlees op gaat doen. Daarnaast moet ik toegeven dat ze echt in hun documentatie heel veel hele goede grilltips al meteen meegeven. Dus dat is heel fijn. We hebben hier een warmhoutrekje. En, oh, dit is ook leuk. Ik hoor mezelf. Er zit een echo in deze barbecue. Ik heb nog nooit een barbecue meegemaakt met een echo erin. Echo! Top. We hebben hier het warmhoutrekje. Dat kun je heel makkelijk iets omhoog doen. Dan gaat hij omlaag. Dus dan heb je echt gewoon toegang tot het hele grillrooster. Je kunt deze eruit halen en dan kun je pizzasteen inleggen of een wokpan of wellicht nog andere accessoires. Hier zitten natuurlijk de openingen voor een rotisserie grill. Een ronddraaiende grill. Dus er is heel wat mogelijk in deze bak. Maar voor de rest, er zit ook een flavorizer systeem zit erin. Dat zorgt ervoor dat een deel van de vetdampen die van het vlees afkomen, terug kunnen komen op het vlees om dat lekker op smaak te maken. En als we dan hier kijken, we hebben hier iGrill 3 Ready. Die zit niet bijgeleverd. Dus als jij de temperatuur van je vlees goed wil meten en handig geïntegreerd met het systeem, moet je eerst nog even terug naar de winkel om een iGrill 3 te kopen. iGrill 2 kun je natuurlijk ook gebruiken, want die is gewoon compatible met alle barbecues. Maar de 3 kan hier dus specifiek op. Je ziet hier ook de Bennegas gastank die we gebruiken voor onze tests. Nou, die zijn wat groot, dus die worden niet helemaal uit het zicht gehouden door het schildje wat ervoor zit. Dat is nou helemaal zo. Gebruik je een stalen tank, dan is die wel mooi uit het zicht. Maar dan kun je weer niet zien hoeveel er nog in zit. Hier nog een hele andere routine, die levert Weber ook mee. Daar doe je een lucifer in. En dan kun je met een lucifer kun je ontsteken op het moment dat je geen batterij meer hebt. Want de ontsteking die is op basis van batterijtje. Van de andere kant, een beetje geluk hoef je hem nooit te gebruiken. Want een batterijtje heeft iedereen natuurlijk wel liggen. Nou, wat ik al aangaf, mooie grote knoppen. Ontstekenknop is ook duidelijk aanwezig. En voor de rest mooi open. Oh, dit is trouwens ook een hele goede. Hier zit een lekbak. Er zit een schakelaartje. Die kun je. Nou ja, kun je zoiets mee doen. Dan kun je het lekbakje eruit halen. En daar verkoopt Weber ook weer aluminium inlays voor. Zodat je wat meer schoonmaakgemak hebt. Al kun je hem natuurlijk waarschijnlijk ook gewoon in je vaatwassertje kwijt. Goed, tijd voor ons om aan de slag te gaan. En deze unit goed uit te gaan proberen. Maar Arjan, we hebben daar ook nog een lekbak onder zitten. Kunnen we daar ook nog wat mee? Dat is waar. Die kun je nog uitschuiven om schoon te maken. Dus dat is ook wel fijn. Past waarschijnlijk alleen niet in je vaatwassertje. Dus, wij gaan hem aanzetten. Nou, kijk eens aan. De brandertjes staan aan hoor. En die zitten echt overal.